Ik ben Tilke Wouters. Ik ben een beetje met van alles bezig. Vandaag zit ik hier als slampoëet. Iets wat ik ondertussen al een zevental jaar doe, denk ik. Ik ben ook een van de medeoprichters van Slamty, een queer poëzieorganisatie in het Gentse. Waar dat we eigenlijk de stem die vaak in de maatschappij niet genoeg gehoord wordt, wat meer gaan amplifyen. En daarnaast ben ik sowieso als freelancer ook bezig als journalist bij Vice. Ook ben ik de founder van het Safer Space Manifesto, waar dat we ook ondertussen een VZW mee zijn. Waar dat we proberen meer veiligere plaatsen in de maatschappij te gaan creëren. En sowieso, daarnaast ben ik bezig met audiovisuele projecten. En ja, ben ik vooral graag bezig en zit ik niet graag stil, want niet zo altijd gemakkelijk is in coronatijden. Welke muziek werd er vroeger gespeeld? Bij mijn mama thuis, mijn ouders zijn gescheiden, bij mijn mama thuis stond er standaard alleen Clara op. Alles wat geen Clara was voor mijn stiefpapa was geen muziek. Bij mijn papa thuis was dat een beetje meer een mengeling van alles. Ik denk vooral klemtoon op pop en kleinkunst. En ik zelf zal eerder in mijn kamer dan de indie softrock toestanden gespeeld hebben, denk ik. Voor mij is de toekomst iets heel fluïde. Als mensen naar mijn toekomst vragen, denk ik elke dag dat ze een ander antwoord kunnen krijgen. Sowieso weet ik dat mijn toekomst in de queer gemeenschap ligt. Dat is waar dat mijn hart ook ligt. Dat is waar ik altijd mee bezig ben, waar ik ook nog heel veel in wil doen. Sowieso als artiest ook heel veel van mijn teksten gaan over heel maatschappijkritische dingen. Dus ik hoop ook gewoon die boodschap, of dat dat nu als ondernemer of als artiest is, nog meer naar buiten te krijgen en vooral ook dat mensen meer openstaan om te luisteren naar de inhoud effectief. Dus dat hoop ik dat dat nog wel wat verder geraakt. Maar voor de rest, ik probeer mijn toekomst ook niet te veel te plannen, want ik krijg daar stress van. Dus ik denk dat ik het vooral op mij laat afkomen. Als er kansen komen, ze met twee handen grijp, omdat ik weet hoe zeldzaam dat ze soms zijn voor trans mensen zoals ik, voor queer mensen zoals ik. Dus ik ben met veel enthousiasme altijd wat aan het zoeken en ik zie wel waar dat mij brengt. Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk geluk voor mij is een heel breekbaar iets, is waar ik ook vaak bang voor ben, omdat in mijn hoofd hoe hoger dat je klimt in geluk, hoe dieper dat je kunt vallen. En dat is een heel pessimistische kijk op geluk waarschijnlijk. Maar ik denk, geluk voor mij in mijn leven nu is mijn chosen family. 100%. De mensen die ik de laatste jaren gevonden heb, waar ik mee geconnecteerd heb, die mij versterken in wie ik ben, zijn goud waard. En ik denk, zonder hun zou ik hier niet staan op dit podium. Dus zij zijn mijn familie, zij zijn mijn geluk. Sowieso. Ik hoop dat jullie heel snel de deuren mogen gaan opendoen, officieel. En niet meer in lege zalen projecten moeten gaan doen. Zeker als ondernemer ook, die vaak artiesten op een podium zet. Ik denk dat we dat allemaal missen. Ik hoop dat jullie ook terug connectie kunnen brengen bij mensen door kunst, via kunst. Ik denk dat we dat allemaal gemist hebben. Zowel als mensen in de Schouwburg die werken, als mensen die naar hier komen. En ik hoop dat die interactie snel terug kan plaatsvinden.
Hoop of liefde? Ik ga heel dwars liggen en ik denk dat de ene niet zonder de andere bestaat. Voor mij liefde is iets heel hoopvol. Dus voor mij zit in liefde heel veel hoop. Dus ik ga voor liefde gaan, gewoon omdat dat in mijn hoofd allebei daarin vervat zit. Omdat ja, liefde in welke vorm dan ook, of dat nu romantisch is, of dat vriendschap is, of andere soorten connecties, dat is mijn drive in mijn leven. Dus sowieso denk ik dat dat voor mij het belangrijkste is. Maar opnieuw, ik denk dat ze niet apart bestaan. Alright, ik was Tilke. Merci om mij hier te hebben. Het is heel fijn om nog eens op een podium te staan, ook al is het mijn lege zaal. En ik hoop om iedereen terug heel snel face-to-face te zien. Dus, merci.